Bill? Bill? Yeah? Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag weer een mooie woensdagochtend. Vandaag zullen wij gaan debatteren over de stelling: het dubbele paspoort in Nederland moet worden afgeschaft. Stelt u zich eens voor dat, ik noem nu het voorbeeld van Marokko, maar het kan elk ander willekeurig land zijn waarvan mensen ook het paspoort kunnen bezitten en die ook in Nederland verblijven en ook een Nederlands paspoort hebben. Stelt u zich voor dat Abu Taleb, voelt zich vooral niet aangevallen, ik geef maar een willekeurig voorbeeld. Stelt u zich voor dat Abu Taleb, als Nederlander en Marokkaan, hij bezit twee paspoorten, dat er een conflict is tussen Nederland en Marokko. Dat er spanningen ophouden en dat wij, ten tijde van dat conflict, kunnen wij niet meer vertrouwen op de loyaliteit van Abu Taleb aan Nederland en aan de Nederlandse belangen. Want voor hetzelfde geld kiest Abu Taleb voor de Marokkaanse belangen. Maar we kunnen niet vertrouwen dat hij aan onze kant zal staan. En dat geldt voor de politici hier in Nederland. Maar dat geldt ook voor een hoop andere mensen. Op het moment dat er een probleem ontstaat, dan kan het zijn dat een groot gedeelte van Nederland niet meer achter Nederland staat. En dat willen wij erg graag voorkomen. En dat willen wij graag doen door middel van het verbieden van het dubbele paspoort. Dus dat is argument nummer 1, de belangenverstrengeling. Argument nummer 2, de rechtsongelijkheid. Op het moment dat iemand twee paspoorten bezit, dan kan hij dus eigenlijk meer dan een normale Nederlander. Op het moment dat er iets gebeurt, dan heeft die persoon twee landen om op terug te vallen, in plaats van, zoals wij, alleen Nederland waar wij achter kunnen staan. Dus, en die rechtsongelijkheid, die staat ook haaks op artikel 1 van de grondwet, het gelijkheidsbeginsel. En als laatste willen we graag aanvoeren dat het integratiebevorderend is op het moment dat iemand maar één paspoort heeft, dat iemand dus de rechten en plichten van een Nederlander heeft. Op het moment dat iemand zich dus als een Nederlander moet gedragen, dan zal die persoon ook een Nederlander zoals wij worden. En zo hebben wij dus een land met allemaal goede, echte loyale Nederlanders. Geen no offense voor buitenlanders, dat was misschien een beetje benieuwd, sorry. Maar zo krijgt iedereen dus de kans om een Nederlander te worden. Dus dat zijn over drie argumenten: belangenverstrengeling, rechtsongelijkheid en de integratiebevordering. Dus wij vinden dat het dubbele paspoort moet worden afgeschaft. En dat is geen rechtse uiting. Ik weet dat Geert Wilders het laatst heeft opgegooid. Maar wij bedoelen er helemaal niks rechts mee. Want bij ons gaat het gewoon puur om belangenverstrengeling en niet om buitenlanders of wat dan ook. Nederland is sinds het begin al een tolerant land geweest. Dat willen we natuurlijk ook zo houden. Maar we willen wel graag dat iedereen gelijk is voor de wet. Als je een oppervlakkig leerpuntje voor de volgende spreker, probeer de jury minimaal 3 keer aan te spreken in een battle. Alles. Geachte jury, zoals jullie al weten, debatteren wij vandaag over de stelling dat het dubbele paspoort en dus de nationaliteit in Nederland voor de wet verboden moet worden. Wij zijn daartegen en daarvoor hebben wij verschillende argumenten opgesteld. Bijvoorbeeld, beste jury, hebben wij het samenlevingsargument. In Nederland zijn mensen met zowel een dubbel, nu ook twee paspoorten mensen, als mensen worden geaccepteerd door twee gemeenschappen. Door zowel de Nederlandse als hun eigen vertrouwen, bijvoorbeeld Turks of ander willekeurig land, ook een gemeenschap. Omdat ze zich door twee verschillende gemeenschappen geaccepteerd voelen, kan er vertrouwen dus ook met Nederland begonnen als zij niet meer op twee groepen kunnen richten, omdat ze maar één paspoort hebben. Er kunnen afstand kan ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen, tussen de mensen die uit verschillende landen komen. Ook hebben wij een terugkeerargument. Stel dat die mensen familie hebben wonen in bijvoorbeeld Griekenland, dan is het veel makkelijker om dingen te regelen als je ook dat paspoort hebt. Omdat de regeringen daar meestal ook veel soepeler zijn als je daar een paspoort hebt. Weet u dat Griekenland deels van de Europese Unie dat je daar geen Grieks paspoort voor nodig hebt om daar naartoe terug te reizen? Ik ben mij daar zo van bewust dat het ook bij de Europese Unie nog makkelijker is. Maar alsnog is het nog makkelijker en kan het papierwerk besparen als het niet zo gebeurt. Het kan de regering kan het moeite besparen, het kan uiteindelijk ook hun geld besparen en uiteindelijk ook de belastingbetaler hier en daar geld besparen. Als derde hebben we nog een persoonlijkheidsargument.
land, zoals de tegenstander opmerkte. Zij denken dat ze echt met een Nederlands paspoort dat je echt in Nederland voelt. Wij denken dat niet daar een paspoort nodig is. Want je voelt in, dat voel je niet op een stukje papier. Dat stukje papier vertelt je achter jullie waar je woont, waar je bent geboren. Dat vertelt je niet wat je voelt, wat je denkt, of wie je eigenlijk bent. En daarom denken wij dat een paspoort een dubbele nationaliteit geen verschil maakt. Maar het kan je wel helpen. Meer Nederlander en ook die andere mensen zijn te goed. En dus daar echt niet bij. Was er nog tijd over? 1 minuut over. Als je 1 minuut over hebt, merk ik heb nog 1 minuut in zonde van de debatteertijd. Probeer nog iets te herhalen of wat structuur in te brengen. En dan gewoon eventjes rust nemen voor jezelf. En dan komt er vanzelf iets. Want hij had het ook. Toen lichtte hij nog een keer toe. Waar bedoelde hij niet mee rechtse uiting wilde. Dat ging hij daarop door. Ik denk dat hij dat later eigenlijk dat dat bij hem opkwam. Snap je? Dus dat is wel iets om bij stil te staan. Maar het is wel moeilijk in het begin. Dus dankjewel. Ja?